Yo kijkers van Daily Fire, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We gaan weer verder tegen Mick. Nou, die heeft een vuurdek. Het enige deck wat daar goed tegen is, is het waterdek. Ja. We hebben inderdaad net tegen Daniel gespeeld, moeten dadelijk weer tegen... Lapras. Een goed begin helpt hier niet altijd, want het is gewoon makkelijk. Ja. Zet die maar in. Gyarados. We kunnen nog niks. Ja, hij gaat gelijk aanvallen. Doet gelukkig niet zo heel veel. Hatsflats, minimaal 3 nodig. Ja. Ja, kijk, als ik had geweten dat we gelijk al Gyarados kregen, dan was het natuurlijk wel makkelijk geweest voor mij. Maar, hij gaat ook gelijk voor die Wolf. Oké, dus als ik kop heb, dan is die weer wakker, heb ik mijn... microfoon viel. Heb ik munt, moet hij even blijven slapen. En nu gereed. Alles wordt weer even gemaakt hier. Ja. Ondertussen gaat hij lekker verder met zijn spel natuurlijk. Ja, alles staat weer als het goed is. Opske. Nee. We kunnen al aanvallen. Dat is mooi, want die staat op 90. Zwakte, alles zwakte. Hier iedereen, hop, 10 damage. En op mijn eigen bank ook. Nice. Iedereen kreeg even 10 damage, ja. Kan gebeuren. Ja, 3 keer kop. Hop, zwakte natuurlijk. Maar ik had even gekeken, ik moest niet 3000 damage gewoon met alle Pokémon's. Maar met een speciaal type Pokémon die ik nog niet heb. Dus, ik heb genoeg booster packs, ik heb ze geteld, ik heb er 9. Maar, helaas, geen 2 extra, omdat we de challenge hadden gehaald. Maar we zijn bijna stadskampioen, hè? Vergeet dat niet. Boom. Zwakte. Mick, duurde even om op te starten. Maar het gaat nu wel heel snel, vind je ook niet? Ik doe niks meer. Alleen nog maar aanvallen. Hij heeft alleen maar vuur-Pokémon, dus alles gaat nu gewoon weg. Alles heeft zwakke. Nou, hij legt er eentje op zijn bank. Maar... dit gaat hij gewoon verliezen. Weer op. Met zwakte. Maximale score 420. Het
Kijk, die zitten dus al het langst. Gyarados. Oeh. Ik weet dat ik het echt zelf heb gedaan. Dit is zo stom. Nou, is het die manier. Ik had deze lang. Ik had ook niet meer gezien dat hij al zoveel damage had. Ja, stom, kan gebeuren. Maar ja, hè, daarom is het ook nog niet tegen de grote kampioen. Nee, dus hij doet die 30. Mag ik de laatste energie toevoegen? En Water Splash. En dan hebben we alsnog gewonnen. Rika. Ik weet niet zo heel goed wat, welk deck dat is. Voor mij had ik daar met mijn elektriciteitsdek moeite mee. Omdat die allemaal. We spelen verder. Lapras. Toch wel dit dek wat er moeite mee heeft. Ja. Zwakte. Dus we moeten dit gewoon in één keer doen. Deze 50 moet gelijk weg. Het moet gewoon. Toch de verkeerde keuze gemaakt, helaas. Oeh, 70. Deze is minimaal 80, dus dit kunnen we gewoon allemaal aan. Het kan. Die evolve die nog eventjes naar 90. Opski. Ja. De verkeerde keus, maar ik denk dat we er nog wel redelijk goed vanaf gaan komen. Als we hem op het goede moment mogen inzetten, dan. Die geven we nog even daar aan. Doe maar. Dan is hij alles kwijt daar. Of moest alleen ik wisselen? Nee, hij ook. Kijk, goede keus. Gelijk Gyarados. Energie hadden we al gegeven, dus. Oh, Lapras of Gyarados. Dat ligt er aan wanneer hij doodgaat. Als een studio doodgaat als Gyarados of hier energie heeft, wordt Gyarados. Want die heeft ook zwakte elektriciteit, dus die gaat er niet heel veel problemen mee krijgen. Of in ieder geval niet zoveel als Lapras. Dus, we gaan het zien. Hammer in. Ja. Nou, mogen we die inzetten? Op een goed moment. Hij heeft wel op de bank. Water Splash. Met kop 100 damage en weg is die. We zijn weer terug in de wedstrijd. We komen gelijk nadat hij op 5-6 komt. Komen we weer terug met 5-5. Heeft geen energie, kan dus ook nog niks doen. Is ook gelijk weg. Oh, wat gaan we goed.
Of course maken Gyarados en Vaporeon wel klaar om, mocht het mogelijk zijn, net zoals in de vorige wedstrijd, dat we op het laatste moment nog even een extra Pokémon nodig hebben. Dat gaan we regelen. Gyarados zit al klaar op de bank te wachten totdat hij in actie mag komen. Vaporeon gaan we nu energie geven. En dan moet het goed komen. Hier deze 80. Die 90, dat is volgens mij de hoogste die hij heeft. Oh, ik vergeet hem energie te geven. 50. 70. En deze 130. En hij zet hem niet in. Ja, ik zet dus ook niet in dat ik genoeg energie heb gegeven. Gyarados had hier misschien iets beter geweest. Maar Gyarados komt vanzelf. Aan de beurt. Hoop ik. Dan staat hij nog op 30. Oh. Niet. Oh nee, die andere daar was 130. En dan B-Sharp. Die gaat een Metal Claw van 70 doen. Die komt hard aan, want die is nu gewoon weg. Gyarados heeft gelukkig geen zwakte voor deze Pokémons. Die heeft zwakte elektriciteit. En ja, volgens mij is de buurman iets met zijn tuin aan het doen of zo, met tegels zagen. Dus dat kan je wel eens horen op de achtergrond. En dan is die nu gewoon weg. 150. Oeh, wat kies deze? Doduo. Nou, mocht het nu nodig zijn, ik verwacht het niet, komt Vaporeon nog. Minder schade. Vier keer kop en we zijn klaar. Nou, hij wordt hem nu al niet. 120. Oké, hij wordt dus verlaagd met 20. Viel mee. Als we dus twee keer kop hadden, was hij wel weg geweest. Nu is één keer kop al genoeg. Nu moeten we weer gewoon helemaal opnieuw beginnen. Twee keer kop. Oeh, we hebben nog een Lapras op de bank zit ook. Oeh. Dit betekent nog een rondje. Oh, die is wel pijnlijk. En hij hield weer 60. Maar hij heeft nu geen kaarten meer. Nou, Lapras, ik heb je gezien op de bank. Ik zeg, kom erbij. Neem wat energie. En ga ervoor, mocht het nodig zijn. Hij valt niet aan. Tenminste, hij heeft nog niet aangevallen, want hij heeft geen energiekaarten. Aquarteel, en nu is die sowieso weg. En we doen het goed ook hoor. Oeh, 180. Minder dan die 20. En ook deze winnen we. 960. Gaan we doen. Ik verwacht dat Daniel wel moeilijk wordt. Dus we gaan nog even voor Kendall. Zwakte gras heeft dat volgens mij. Vuur. We gaan voor vuur. We doen nu gewoon even drie potjes. Oké, ze wil dat we niet boos worden op elkaar. En ik moet beloven dat ik met de beker naar huis ga. Dat gaan we zeker doen. Voor mij heb ik vandaag nog niet eerder met vuurdek gespeeld. En dit is toch al wel het zevende potje als ik het goed heb. Nee. Ja, wel zeven. Want de finale was 8. Ik kan ook net als op tv gewoon halverwege het afknippen. En dan dat je even volgende week weer mag kijken hoe dit afloopt. Nee, ik kijk even hoe lang het duurt. En we gaan gewoon door. Je gaat in deze video zien hoe dit afloopt.
Hier Meowth kan gelijk worden geëvolved naar Persian. Oké. Tegenstander mag van mij best aanvallen. Zwakte die hand. Ik weet niet wat die hand is, maar... Oh, ik ben verkouden. Nou, kom op. Fury Swipes. Oh, doet hij maar 30. Oké, had sowieso niet deze ronde. We zijn klaar. Ik heb zoveel energiekaart en een goede kaart. Gelukkig gaan ze op de stapel. We krijgen terug Ivy en Rapidash. Oh, ik kan hem nog niet inzetten. Fury Swipes. 90, hop weg. Energiekaartje erbij. En hij komt met Pikachu. Nazel. Oeh, paralyzed. Oh, hij heeft al twee energie. Mooi zo. Quick Attack gaat hij waarschijnlijk doen. Doe 30, die is weg. Ja. Zeven kaarten. Alleen maar om eventjes de bank weer aan te vullen. Want Candle gaat toch wel heel goed. Once you're in each player's turn, the player may discard. Nou, dat hoeft niet. En deze gaat lekker tackle. Geen zwakte of iets, maar... Ja, ze hebben die hand als zwakte allemaal. Maar Ivy, waar is Evolve? Die had ik aan het begin. En hier is die. Heat Breath. Kan nu niks. Maakt niet uit. Hield 20. Ja, hiel maar even. Want je hebt 90. Ja. Deze doet maar 20, hoger 30. Dus. Moeten we inderdaad nog wel een energiekaartje krijgen, hè? Die komt nu op 70 damage te staan. Hij draait alleen maar kop. Ja, dit is jammer. Nou, kan niks. Klaar, afgelopen. Flareon weg. Stom, we hadden hem op die moeten doen. Ja, we konden een beetje energie sparen en zo. Ik heb 0 energiekaarten. Kijk, ik heb een paar keer zo gewonnen van mijn tegenstanders, maar nu weet ik ook hoe het voelt om... En ik heb niet het goede deck om hun zwakte te hebben. 90 HP. 90 HP. Wie gaat het worden? Bonita. Oeh, Snorlax 120. Nou, maar niemand doet echt veel damage. De Ivy, maar die heb ik al. Meowth. Oh, we hadden Growlithe moeten kiezen. Aha, moeten nog wel energiekaart hebben, maar...
Ze hebben in ieder geval ook geen energiekaart meer. Alleen is één verschil, hij heeft nog wel een Pokémon met energie en ik niet. We gaan het gewoon verliezen. Ja, klaar. Volgende keer een beter deck. Oké. Nou, dit was het dan. In de volgende video tegen Kendall en Daniel. We gaan het zien. Worden wij stadskampioen? Of moeten we nog eventjes wachten?